Men nemen een bolletje marsepein. Beetje rollen, beetje kneden en dan... Nu maken we een voetje van een hartje. Twee oortjes, dan nemen we weer een klein hartje voor. Nou, we hebben natuurlijk een beetje in de krant gekeken hoe Ollie eruit zag. En ja, zo zijn we een beetje gaan prutsen met marsepein, totdat we een leuke Ollie te pakken hadden, zeg maar. Moest je niet even naar Blijdorp om een echte Ollie te halen? Nou, we hadden geen tijd om in de rij te staan. Slurfje eraan, oogjes erop, pupilletjes en daar is Ollie. Maar klopt die kleur wel helemaal? Ja, deze zijn wat blauwer. Ja, nou ja, het is moeilijk om levensmiddelenkleurstoffen precies in de goede kleur te krijgen. Want je kan ook niet onbeperkt maar toevoegen natuurlijk. Dus, ja. Ze moeten ook een beetje lekker blijven. Precies, en ja, dit vinden we toch al de uitstraling van een olifantje. Dus, Die doen we bij de koffie. Dus die komen lekker bij de vriendendienst te staan. Dus ze herkennen hem allemaal? Ja, ze herkennen hem allemaal. Wel zonde om op te eten, vind je niet? Ja, eigenlijk wel, hè. En dan heeft u ineens een Ollie op uw bord. Ja, hartstikke leuk, hè. En ik ben een Rotterdammer en een Blijdorp en een Feyenoord-fan, dus waarom niet? En er is trouwens ook Ollie taart. Maar zie daar maar eens het mes in te zetten.